Sinds kort kun je in de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden ook gewoon naar de huisarts. De praktijk werd vandaag officieel geopend. De praktijk is bedoeld voor studenten en medewerkers van de school. Op deze manier hopen de initiatiefnemers van de praktijk het voor de jongeren makkelijker te maken om doorweeks naar de huisarts te gaan. Maar waarom kiezen zij nu speciaal voor jongeren? Ja, ik weet, dat vinden we gewoon een leuke groep. En dat is ook een groep waar winst bij te behalen is. Omdat als je iets aan preventie wil doen, en daar willen we ons heel sterk op gaan richten, op het lifestyle gedrag en preventie, om te kijken of je de mensen in jonge leeftijd eruit kan vissen voor een gezond leven en een gezonde leeftijd. De studenten kunnen ook online met gezondheid bezig zijn. Via de website kunnen studenten een afspraak maken, e-mailconsulten hebben en recepten ophalen. Verwacht u nou ook echt dat mensen zeg maar, in de klas dan voor hun webcam hun splinter in hun arm gaan laten zien en dat u ze dan kunt behandelen? Ik heb dat in het verleden een paar keer meegemaakt. Ja, dat voldoet natuurlijk niet, want de scherpte van die beelden is natuurlijk onvoldoende. Maar we hebben het al wel meegemaakt dat mensen met een digitale camera foto's maken. Ik ben ook een van de ontwikkelaars van teledermatologie en daarin hebben we die techniek juist heel erg toegepast. De praktijk is niet alleen een vernieuwende praktijk. Studenten en medewerkers kunnen de praktijk ook gewoon gebruiken voor een normaal huisartsbezoek. Zien ze dat zitten? Kan dat? Oké, dat wist ik niet. Nou, dat lijkt me wel praktisch. Ja? Nee, ik heb een eigen huisarts, dus en die is goed. Ik heb voldoende gelegenheid om door de week naar de huisarts te gaan, mocht het nodig zijn. Studenten hebben een eigen keuze. Als ze zeggen, goh, ik wil een dokter hier, ik wil een dokter daar, dan kunnen ze dat natuurlijk vrij voor kiezen. Wij bieden deze huisartsenzorg aan, maar als je bijvoorbeeld in Leeuwarden woont en je hebt hier een huisarts, ja, dan zou ik niet weten waar je hier in een campuspraktijk zou moeten inschrijven. Het is echt bedoeld voor de mensen daarbuiten.